Het kan niet zo zijn dat niet-ingezetenen die handelingsbekwaam zijn in hun land het casino in Suriname niet mogen bezoeken. Dit zei fractieleider van de VHP Assis Kumar Gayadin afgelopen vrijdag in het parlement. Volgens de fractieleider moeten we niet-ingezetenen niet tegenhouden bij het bezoeken van het casino. Voorzitter, het is altijd leuk. Discussies die zeker het maatschappelijk deel daarvan uitmaken. En we hebben al gezien een interessante discussie bij BW over leeftijd. Waar het bij mij om ging is, we kunnen niet aan de ene kant handelingsbekwaamheid zeggen van je bent handelsbekwaam, toch, bij 18, want daar ging het om, en dat je hier gaat zeggen, je bent handelingsbekwaam, maar je mag bij een lot. Dus, voorzitter, ik heb daarom gesuggereerd die koppeling te maken, want kijk wat in die wet ook staat. Een niet-ingezetene, dus een toerist die hier komt, en die kan in zijn land, ja, die is 18 jaar en is handelingsbekwaam, maar hier mag hij geen casino bezoeken. Zijn we wel redelijk? Ja, dus hier is een onderscheid gemaakt tussen niet-ingezetene en ingezetene. En een toerist komt hier, die is in Amerika, USA, handelingsbekwaam, kan alles doen. Maar hier komt hij een casino binnen en die wordt geweerd, want die moet eerst 21 jaar zijn. Wel, laten we oprecht zijn en eerlijk wezen. Vandaar dat ik de suggestie deed met betrekking tot het in lijn brengen met onze regelgeving in plaats van speciale. Zelf, die discussie gaan we voeren bij BW, het is al begonnen, ik zal buiten de commissie ook praten. Zelf, ja, als ik mag praten voor mezelf, wel, ik denk 16-jarige was ik al handelingsbekwaam. Ik heb alles kunnen doen als 18-jarige. Dus waarbij wij jongeren die beperking opleggen, voorzitter, daar zullen we die discussie nog voeren. Maar het gaat niet, ik kan meegaan als we zeggen lex specialis voor een speciale regeling, dat we daar andere grenzen voor trekken, dat daar kan. Maar laten we dan ook niet meenemen dat een niet-ingezetene die wel in zijn land alle handelingsbekwaam en alles kan doen, dat hij hier beperkt wordt. Dus dat lijkt mij overbodig.